Deze schapen zijn op weg naar het Vogelhof in de Oostvlietpolder. Daar waren dit weekend de hooidagen. Er was van alles te doen rondom het boerenleven. Het doel van de dag was mensen kennis te laten maken met het gebied. Het Vogelhof is nog niet zo heel erg lang open. Tot vorig jaar was het gewoon weiland. Wel vanaf de randen beleefbaar. Maar tegenwoordig kun je met een fietspad of met een struinpad kun je echt het boerenland in. En kijken wat er allemaal te beleven is. U zou het goed naar zijn gezin hier. Ja, die zit uitgebreid in de tractor te spelen al 2 ochtenden. Dus ja, die heeft het naar zijn zin. Waarvoor bent u hier naartoe gekomen? We kwamen een link tegen op de site van de kinderboerderij in de Merenwijk. En toen dacht ik, nou dat vindt hij vast wel leuk. Vind jij het een beetje leuk hier op de boerderij? Bij de boerderij? Ja. Waarom? Er zijn leuke paardjes. Goed zo. Een beetje bruinig waren ze. Het leek hierop, maar dan veel kleiner. Maar bloedzuig is er van eng. Ja, nee, maar ik bedoel alleen maar zo'n... Ja, nee. En hebben jullie het gedaan? Of? Nee. Ze heeft meegekeken. Ja, het is altijd spannend. Maar ze riep steeds smerig, smerig. Dus ja. Oh jee. Vond niet echt voor de natuur in. Mevrouw, u bent met uw dochter met een schep net hier de polder in gegaan. Wat hebben jullie allemaal gevangen? Wat moerasslak hebben wij gevangen. En wat kevertjes en waarschijnlijk wat aaltjes. Kent u dit gebied al? Nee. Ik ken het helemaal niet. Nee. Hoe bent u hier gekomen? Via Twitter. Een Twitterberichtje hebben we het gezien. Ja. Toen hebben we een berichtje gelezen. En toen dachten we, nou, is wel leuk. Laten we eens gaan kijken. We wonen hier in Voorschoten. Dus hier in de buurt gaan we wel vaak fietsen en wandelen. Maar dit gebied kende ik nog niet eigenlijk. En nu bent u met de dochter naartoe gekomen. Is het nou ook iets dat als hier niets georganiseerd wordt om eens een keer naartoe te gaan? Ja, ik denk als die bomen wat groter zijn, dan is het een heerlijk veldje om even te picknicken of even te spelen. Ik denk het wel. Ja, hier verderop schijnt een belevenispad te zijn waar ze van alles kunnen doen. Dat is nu natuurlijk niet zo handig met nog het klein babytje erbij. Dus dat staat nog op de planning voor papa met Daniel. Zuid-Hollands Landschap hoopt dat de bezoekers ook na de hooidagen terug gaan komen. Want er is namelijk genoeg te doen in het Vogelhof. Nou, een mooie rondwandeling door de boomgaard die aan het begin ligt. En wat verderop is er een mooie vogelkooi neergezet waar je als mens in kunt en van de vogels kunt genieten. En gebruik maken van het struinpad. Het struinpad is opengesteld buiten het broedseizoen en kun je echt het boerenland in. En onderweg kom je leuke speelelementen tegen en eventjes echt genieten van het gebied.